Nacht van 5 op 6 maart. Ik dacht, laat ik de laatste 2 weken maar eens gaan videologgen. Dus dit is de eerste. Ik denk dat ik eens ga bijhouden hoe de laatste week gaan, de laatste week van contest prep. Ik heb geen idee of hier veel interesse in is, maar het is denk ik voor mezelf ook wel leuk om later terug te kunnen kijken. Ik zal morgenochtend beginnen met een beetje de dag doorlopen. Morgen is mijn laatste dag werken. Vanaf dan is het 2 weken volle focus op de wedstrijd. Dus we gaan het zien. Voor nu vast wel trusten. 5 op 6 maart. Doei. Goedemorgen. Het is wel 6 maart 's ochtends. Net wakker. Slaap is de laatste paar weken een stuk minder. Of in ieder geval kwaliteit is minder. Dat is een rusthartslag gemeten. Die hield ik al sporadisch bij, maar die is de laatste paar weken slag of 20 gezakt. Merkt sowieso veel dingen dat je energie een stuk lager is. Praten duurt langer, nadenken is kut. Leunen tegen dingen in plaats van staan. Ik ga zo over mijn gewicht checken. Okay, ik begin dus ochtends altijd met gewicht checken. Heb ik nu gedaan. Ik stuur altijd mijn gewicht door naar mijn coach. En dan maak ik een paar foto's, update foto's. In de laatste paar weken doen we dat elke dag. Aan de hand van die gegevens elke keer. Kijken of de dingen aangepast moeten worden of dat we goed bezig zijn nu. Ja, daarna pak ik altijd een klein beetje eiwitpoeder, koffie. Ga ik mijn cardio doen. En dan zal het vandaag verder preppen zijn voor de rest van de dag omdat ik moet werken. Ik had vandaag eigenlijk een training staan, die sla ik over omdat ik nu mijn laatste dag werk voor de komende 2 weken. En energie is laag, weinig pomps, eigenlijk niet. Connectie met spiergroepen die je traint, slecht. Loop tijdens training een beetje als een zombie rond op het moment. Tenzij je stappen koolhydraten naar binnen hebt kunnen duwen van tevoren, wat op het moment niet het geval is. Rustdagen zit ik nu. Volgens mij heb ik 150 gram koolhydraten of zo. Dus stelt allemaal niet zoveel voor meer. Lekker bekkie, hè? Oké, cardio hoort er uiteraard bij. Ik vermijd dat zoveel mogelijk, totdat het echt nodig gaat zijn, omdat het anders lastig is om je voedingswaardes binnen te krijgen. Cardio zelf heeft weinig voordelen, in ieder geval op lange termijn zeker niet. Dus je wilt het niet doen tenzij het echt nodig is. Ik pak altijd low intensity, high intensity is op zich een stuk voor je metabolisme in ieder geval een stuk voordeliger. Maar met mijn gewricht op het moment trek ik dat echt niet. Ik heb sowieso kut gewricht en nu vet en vocht zo laag is, moet ik dat echt niet gaan doen. Herstel is sowieso een stuk minder ook. Een paar goede tips voor cardio. Muziek opzetten of podcast luisteren doe ik tegenwoordig een stuk meer. Muziek word ik ook een beetje zat. En zorg dat je ergens heen loopt. Tegenwoordig doe ik mijn boodschappen gewoon lopend. Of ga als je met het OV naar je werk toe gaat of whatever. Stap gewoon ergens halverwege uit. Ga een stuk lopen of lopen het laatste stuk. 'S Avonds een rondje lopen doe je op een gegeven moment echt niet meer. Fuck dat. Als ik zo thuis ben, heb ik denk ik een half uurtje cardio gehad. Ik zet altijd een timer aan zodat ik weet hoeveel minuten ik heb gehad. Weet ik hoeveel ik de rest van de dag nog moet. Je hoeft je cardio niet in een keer te doen. Als je het opdeelt in bijvoorbeeld 4 blokken van, whatever, in mijn geval een kwartier,
Is net zo goed prima. Het gaat om de totale energie die je verbrandt en niet zozeer om een zogenaamde vetverbrandingszone ofzo. Wat vooral vervelend is op dit moment is dat je het nadenken een hoop extra tijd kost, afwezig, geen zin in sociale contacten, snel geïrriteerd, dat soort dingen. Net in de supermarkt bijvoorbeeld, dat iemand je de pas op snijdt, dan word je niet vrolijk van. Ik had er wel een hoop van gehoord. Het teammaatje van me bijvoorbeeld is ook vrij diep gegaan, of erg diep. Maar totdat je het zelf een keertje doet, dan weet je pas hoe kut het is. Ik had flink onderschat. Dus de hele dag uitkijken naar vreten. Tegenover. Je schuift je moeder zo ver mogelijk door. Om honger te besparen totdat het gewoon echt gewoon kut wordt. En een beetje trillerig gaat worden, klamme handjes afwezig. Lekker hypo's. Tegenover wel gewoon gevoed genoeg blijven. Om zoveel mogelijk spiermassa vast te houden. Dus, hup. Oké, het is weer even pauze. Tijd voor meal nummer 2 van vandaag pas. 6:15 is het al. Lekker man, havermout met water en kaneel. Oké, werkdagje zit erop, boys en girls. Ik heb dus nu mijn laatste meal. Rijst met kip en wat groenten. Hier heb ik er 2 van vandaag op. 1 havermoutmeal. En 2 keer wat biefstuk met wat groenten. Straks als ik thuis kom, moet ik nu nog 3 kwartier cardio doen. Kutzooi. En dan thuis nog een caseïne shake met wat nootjes. En dat was hem dan van vandaag weer. Vandaag bijna 2 uur cardio in totaal. Hier nog gewerkt. Veel rondlopen. 2400 calorieën. Zo. Laatste is de cardio. Half uur lopen nu. Ik ben nog even bij mijn coach langs. Pak nog even pauzeerles mee. Even dingen doorspreken. En dan lekker pitten. Viel op zich best mee vandaag. Ik had het erg verwacht. Ik heb echt flinke honger gehad. Voor de rest ging het dagje wel vlot, dus dat is mooi. En nu is het gewoon 13 dagen volop focus op de wedstrijd, op shape, baseren, trainingen proberen zo efficiënt mogelijk te houden. We gaan het zien, jongens. Hup.